Jong Ajax is volop in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Met spelers als Ezra Walian, de Denen Marcus Bai en Kasper Dolberg. De doelmannen Norbert Alblas, Peter Leeuwburg en Stan van Bladeren. En de nieuwe trainer Marcel Keizer, die de overstap maakte van Cambuur naar de club waar hij opgroeide en in de jaren 80 zelfs het eerste haalde. Eigenlijk voelt het al prima. Dus, ook voor mij geldt dat je toch altijd even moet wennen. En spelers moeten wennen aan een trainer. En een trainer moet ook even wennen aan spelers en omgeving. Maar dan is zo'n eerste week lekker als dat goed gegaan is. En iedereen nog fit is. En dat we lekker naar de volgende week toe kunnen. Volgens mij hebben ze in de vakantie genoeg gedaan. Ook uitgerust, maar ook weer genoeg gedaan. En, voornamelijk gretig. Ik heb vaak gehoord deze week dat de training wel wat langer gemogen had, maar dus dat is goed. Keizer wordt dit seizoen geassisteerd door Said Ouali en George Ogeraru. De afgelopen dagen had de trainer ook de beschikking over Jairo Riedewald, Amin Younes en Nemanja Gudelje. Zij waren eerder teruggekeerd van vakantie. Je laat in ieder geval zien wat het is om prof te zijn. En dat je in je vrije week ook gewoon aan komt sluiten. Dus ik vind het altijd wel een goed voorbeeld. En die jongens die gaan onderling prima met elkaar om. Dus dat is voor mijn groep ook prima. Riedewald, Gudelje en Younes sluiten volgende week weer aan bij Ajax 1. Matthijs de Ligt werd anderhalve week geleden nog uitgeroepen tot het talent van de toekomst. Nu is hij een van de grote talenten in de ploeg van Keizer. Uiteraard zegt jong Ajax het al, het is heel jong, maar ook enorm talentvol. En met een, zoals ik het nu kan zien, een goede wil om te slagen. Dus dat zijn volgens mij de ingrediënten die jeugdspelers nodig hebben om wat te bereiken. En bij de een ligt de top in Ajax 1 of misschien wel hoger. En bij de ander ligt de top daar misschien niet. Maar op dit moment hebben ze wel allemaal het gevoel van oké, ik moet er alles aan doen om Ajax 1 te halen. En dat de weg naar boven gepaard kan gaan met vallen en opstaan bewees Marcus Bai. Eerst scoorde hij deze mooie treffer. Even later moest hij flink incasseren. Om daarna op tijd op de been te zijn om de fraaie paas van Tjerny bekwaam af te ronden. Spelers als Bai en Dankelui hopen over ruim anderhalve maand klaar te zijn voor de eerste wedstrijd in de Jupiler League. Dan speelt Jong Ajax tegen Emmen. Over 6 weken dan is het wel mooi dat we daar, dan gaat het echt om het resultaat ook. En dat is alleen maar goed, want ik vind ook dat je met Jong Ajax wedstrijden moet winnen. Naar binnen, spullen mee en naar binnen. Voor mij mag het ook zo 8 augustus zijn of 6 augustus, wanneer het gaat beginnen. Ik vind de competitie altijd veel mooier dan de voorbereiding, maar de voorbereiding heb je gewoon nodig en dat weet je, prima.